Auteur Justus Keijzerweerd heeft met zijn boek Or Noribo Vaarwel veel vraagtekens geplaatst bij de wijze waarop zaken zijn verlopen met Suralco als bauxietbedrijf en dochteronderneming van het Amerikaanse Alcoa. Tijdens de boekpresentatie gisteren in het Instituut voor Maatschappijwetenschappelijk Onderzoek, IMWO, bracht hij de aanwezigen zover om na te denken over de rehabilitatie van de uitgemeende gebieden die eigenlijk toebehoren aan de mensen van plantage Onoribo. 100 jaar is het bauxiet gemijnd op de gronden. Ik heb ook laten inlezen dat de Suralco en toen met die Lincoln ook geld had moeten geven gereserveerd voor rehabilitatie van de gebieden. Toen de Billiton vertrok en overeenkomt met Suralco is gekregen, denk ik dat ze ook dan die gelden hebben overgedragen. Maar rehabilitatie, ja, hoe komt dat? Hoe gebeurt dat? Het is veel geld. In dat boek ziet u ook precies de gebieden waar er gemeend is rondom de plantage Onoribo. U kunt daar ook nagaan hoeveel mijnen er daar actief mee zijn geweest, die allemaal onder water liggen om het project op gang te brengen. Men ook de hele waterhuishouding dat moet veranderen. Ik bedoel, er is van alles gebeurd, dus de rehabilitatie is een must. Keijzerweerd zegt verder dat hoewel Suralco in die tijd gronden in het gebied heeft gekocht en die geëxploiteerd hebben, de gronden allemaal behoren aan plantage Onoribo. Je kan niet komen als maatschappij in een land en begint te pakken. En dan als ik klaar ben, dan is het weg. Nee, ik dacht dat de overleden was gekomen. Zeg, ben je klaar? Je bent gekomen om je bauxiet te mijnen. Ben je klaar? Rehabiliteren. Nou, wegwezen, dat was eigenlijk de bedoeling van die mensen. Het boek is gedeeld in delen, waardoor je een goede chronologische volgorde kunt krijgen van hoe de mensen zich hebben gedragen, wie de oorspronkelijke eigenaren waren en ook de rechtsgeschillen die gevoerd zijn ten aanzien van het bauxiet. Over de gronden, dat er getwist werd daarover en de Suralco heeft flink moeten betalen, ja. En mijn voorouders toen, die hebben ook flink geld ontvangen. Zelf werd er gezegd, je moet het niet zeggen, anders geef ik je niet. Keijzerweerd zegt dat Suralco veel rechtszaken tegen zich heeft gehad in die tijd. Door alle bronnen die hij geraadpleegd heeft, constateert Keijzerweerd dat Suralco alle rechtszaken had verloren.